Bijzondere vrouwen. Alfonsina Strada. Alfonsina Strada werd in Italië geboren in 1891 en stierf in 1959. Ze was wielrenner. Er was eens een meisje dat heel hard kon fietsen. "Niet zo snel, Alfonsina," riepen haar ouders. Maar Alfonsina luisterde niet. Haar grote droom was wielrenner worden. Haar familie vond dat een slecht idee. Een wielrenner is een sportman of een sportvrouw die fietst als sport. Haar moeder dacht: als ze trouwt, dan stopt ze met fietsen. Maar op haar trouwdag kreeg Alfonsina van haar man een prachtige nieuwe fietscadeau. Ze verhuisde naar Milaan en Alfonsina begon professioneel te trainen. Ze fietste heel snel en was ook heel sterk. Een paar jaar later schreef ze zich in voor de Ronde van Italië. Dat is een heel zware en moeilijke wedstrijd. Nog nooit had een vrouw meegedaan. Professioneel, dat wil zeggen dat je iets doet als beroep. Het is niet gewoon jouw hobby, maar het is werkelijk je beroep. En als je iets professioneel doet, dan wil dat ook zeggen dat je het heel goed kan. De wedstrijd. Bij een wedstrijd willen mensen tonen wie de beste is. Er zijn sportwedstrijden, bijvoorbeeld een voetbalwedstrijd. Welke ploeg kan de meeste goals maken? Er zijn tenniswedstrijden. Wie kan het beste tennissen? Er zijn wielerwedstrijden. Wie kan het snelste fietsen? Enzovoort. Er zijn ook andere wedstrijden, bijvoorbeeld een zangwedstrijd. Dan zoeken mensen wie het beste kan zingen, enzovoort. Er waren 90 wielrenners aan de start. Ze moesten door de bergen fietsen, over heel moeilijke wegen. Velen moesten onderweg stoppen, omdat het te moeilijk was. 30 wielrenners kwamen aan. Alfonsina was een van hen. Het jaar daarna mocht ze niet meedoen. "De Ronde van Italië is een wedstrijd voor mannen," zei de organisatie. Maar Alfonsina luisterde niet. Op de foto zie je bergen. In België zijn er geen bergen. Onderweg, dat wil zeggen terwijl je ergens naartoe gaat. Bijvoorbeeld, onderweg naar school ben ik mijn portemonnee verloren. Dus op de weg van huis naar school, onderweg naar school. Ze fietste toch mee en ze reed heel snel. Ze fietste een record. Het duurde 26 jaar voor iemand haar record kon verbeteren. Ook al had ze een fiets van 20 kilo met maar één versnelling. Intussen is er heel veel veranderd. Wielrennen voor vrouwen is nu heel populair. Het is zelfs een Olympische sport. Het record, dat wil zeggen het beste dat iemand gedaan heeft. Bijvoorbeeld het wereldrecord op de 100 meter. Dat wil zeggen de beste of de snelste loper op 100 meter. Die heeft het record gelopen. Dus hij was de allerbeste. De versnelling, zowel bij een auto als bij een fiets heb je versnellingen. En dat is een stukje mechaniek dat jou helpt om gemakkelijk snel vooruit te kunnen gaan.
Dus de versnelling van een auto of de versnelling van een fiets. Populair wil zeggen dat heel veel mensen dat graag doen, of heel veel mensen vinden dat leuk, of heel veel mensen vinden dat goed. Je kan spreken over een populaire sport, een populaire zanger of zangeres, een populaire film, enzovoort. Olympisch, dat komt van de Olympische Spelen. De Olympische Spelen is een heel grote sportwedstrijd die om de 4 jaar gehouden wordt. En dat is telkens in een ander land, ergens op de wereld.